Welkom bij de introductie Design Team Robotisering in het Onderwijs, oftewel Robotisering en AI. We gaan onszelf eerst even voorstellen. Ik ben Ingo van Doren. Ik ben projectleider, docent, maar voornamelijk in deze hoedanigheid een van de leden en de arrangeur van Design Team Robotisering. En dit doe ik niet alleen, maar dit doe ik samen met Ilse. Ik ben Ilse Jagers. Ik werk als docent op het VMBO bij Helicon. Naast docent doe ik nog heel veel andere dingen, waaronder veel met ICT. En van daaruit ben ik ook in dit design team terechtgekomen. We hebben het over robotisering. En wat is robotisering nou eigenlijk? De digitale techniek die gaat heel snel. Een jaar of 40 geleden de eerste computertjes thuis. Tot waar we nu zijn met allerlei technieken. Zoals mobiele telefoons. Een gigantische dataopslag op een vinger, op een vingertopje. En zelfs in 1969 al een maanlander die zichzelf helemaal in balans hield door middel van digitale techniek. Die ontwikkelingen, ja, die exponentiële groei zoals we dat noemen, ja, die zullen de komende 20 jaar heel veel impact hebben. De afgelopen 300 jaar, de complete industriële revolutie, die ontwikkeling die daar heeft plaatsgevonden, zal de komende 20 jaar weer gaan plaatsvinden. Dus gigantische veranderingen die voor de maatschappij, maar ook zeker voor het werkveld van onze studenten, een hele grote impact gaat hebben. En daar gaat dit designteam dus eigenlijk over. Het is niet alleen de ontwikkeling op chips en op geheugengebied, maar het gaat voornamelijk over de rekenkracht, oftewel het kunnen nadenken als zijnde een computer. En dat noemen we artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Een jaartje of 40 mijn eerste computer, die kon je programmeren, die deed precies wat je zei, maar die kon zelf nog niet nadenken. Die deed alleen maar opdrachten uitvoeren. 20 jaar later was er al een computer die vooruit kon denken, die Garry Kasparov deed verslaan als schaakgrootmeester. 20 jaar later werd de meester Lee Sedong in het spelletje Go verslagen door AlphaGo. Een spel Go wat eigenlijk altijd werd verondersteld dat een computer die niet kon spelen. Uiteindelijk door zelf te leren heeft het systeem de procedures voor elkaar gekregen en was beter dan de wereldkampioen. En wat zou dat over 20 jaar voor impact hebben en wat voor resultaat hebben we dan? Zelfdenkende robots die alles zelf doen in onze maatschappij, wie zal het zeggen. Maar dat het een grote impact gaat hebben, dat is duidelijk. En vandaar dat het belangrijk is dat we daarover nadenken en dat in ons onderwijs gaan meenemen. Dat hebben we dus gedaan door in een designteam een robotisering als speerpunt te nemen. En daar gaat Ilse iets meer over vertellen. Binnen ons designteam robotisering hebben we een werkhypothese vastgesteld. En dat is op welke manier kunnen we een doorlopende leerlijn robotica ontwikkelen. Die gaat van VMBO basis 1 tot MBO niveau 4. Die willen we gaan ontwikkelen zodat we onze leerlingen en studenten kunnen voorbereiden op de beroepen van de toekomst. En dat willen we doen op de manier door een doorlopende leerlijn digitalisering, robotisering en media te ontwikkelen op het VMBO. Deze items weer door terug te laten komen bij LOB en burgerschap op het MBO. Naast onze werkhypothese hebben we inmiddels een praatplaat ontwikkeld. Hierin hebben we vier uitgangspunten, de sleuteltechnologieën. En we gaan kijken hoe deze sleuteltechnologieën kunnen passen binnen de domeinen van Joverta. We hebben eigenlijk al best wel veel gedaan. Ik wil er even uitlichten dat we de AI-cursus voor het MBO hebben opgezet voor studenten. En dat we een nauw op school hebben genaamd Hero. En daarmee gaan we samenwerken met het project Robots in de Klas.
Nou, lijkt het je interessant en leuk om met ons in gesprek te gaan over robotisering en AI? Nou, dan zou ik zeggen, kies voor onze workshop en we zien je dan graag terug. Ja, graag tot dan. Tot dan.